Mijn naam is dokter Anne Ponet. Ik ben cosmetisch arts in de praktijk Dermacrea te Pelt. Botulinetoxine type A is een zuiver eiwit wat in minimale hoeveelheden wordt geïnjecteerd in de gelaatsspieren om deze te ontspannen en zo het ontstaan van rimpeltjes zoals de fronslijnen, de voorhoofdslijnen en de lachlijntjes te beperken. Er zijn verschillende soorten botulinetoxine types A op de markt. In C hebben ze allemaal dezelfde werking, mits het correct gebruik, omdat ze allemaal dezelfde actieve stof bevatten, namelijk botuline neurotoxine. Het verschil tussen al deze producten zit echter in de zuiverheid, de mate van puurheid. Voorafgaand aan een behandeling is er steeds een vrijblijvend consult. Iedereen is welkom om samen een persoonlijk behandelplan op te stellen aan de hand van een spiegel. We kijken samen in de spiegel en de patiënt benoemt de punten waar hij graag een advies in wilt. Het persoonlijk behandelplan bestaat dan uit de verschillende behandelopties die uitgebreid aan bod komen, waarbij ook het te verwachten resultaat wordt benoemd en de voordelen. Aan de hand van de spiegel wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een gebruiksvriendelijke en eenvoudige 5-punts fotodigitale fotoboek. Hier zie je de verschillende soorten rimpeltjes in gradatie en kan je heel goed aangeven wat een patiënt kan verwachten, waar dat die zit, hoeveel dosis eigenlijk nodig is en hoeveel keer een behandeling op jaarbasis het best kan herhaald worden om het effect te behouden op langere termijn. Een behandeling met botulinetoxine A is altijd een behandeling op maat. Je gaat echt kijken naar de mimiek van de patiënt en je gaat ook vooral luisteren naar de behoeften en de wensen van een patiënt. Niemand is gediend met een frozen face. Je wilt nog altijd een natuurlijke schoonheid, een natuurlijke uitstraling van je patiënt extra in de verf zetten. Dus je kan nog altijd een natuurlijke mimiek behouden naar gelang de wensen van de patiënt. Kijken nu bijvoorbeeld even naar de frons. Dan ga ik aan de patiënt vragen om te fronsen. Mag je eens even bozig kijken? Met de potlood duid ik nu aan hoe de spieren gelokaliseerd zijn. En deze punten ga ik gebruiken voor daarna te injecteren. En dat doe ik met een zeer fijne naald, speciaal voor het comfort van de patiënt. Mag je nog eens bozig kijken? En ontspan. Dan gaan we nu aan de slag. We gaan bij het eerste punt beginnen. We nemen een beetje huid, we nemen een stabilisatiepunt en het eerste prikje komt. Schrik niet, daar gaan we. Dan gaan we verder naar het punt boven de wenkbrauw. We knijpen een beetje in de huid en het prikje volgt. Zoals je ziet is er zelfs geen druppeltje bloed te zien. En is het eigenlijk een behandeling waarbij de patiënt geen downtime heeft. Is eigenlijk gewoon meteen tussen de lunch naar het werk of 's avonds zelfs naar een feestje. En is de behandeling meegevallen? Ja. Hebben jullie interesse of hebben er vragen? Kom natuurlijk langs bij de praktijk Dermacrea te Pelt en dan leg ik jullie alles nog eens uit.